Ik ben Guus Willemsen van Duurzaamheid Geest Energiecoöperatie. Wij organiseren donderdag 5 maart een avond in de Zwaan over opwekken van duurzame energie met zon en wind. Klimaatverandering, dat weten we allemaal, is een groot probleem. Maar tegelijkertijd zien wij opwekken van duurzame energie als een grote kans. Een kans omdat zon en wind alleszins betaalbare vormen zijn van duurzame energie. En zon en wind kunnen we samen zelf opwekken. En daarmee houden wij miljoenen euro's in het dorp. Geld wat we liever zelf besteden dan uitgeven aan grote energiebedrijven. Op 5 maart, wat gaan we dan doen samen? We gaan kijken, we gaan samen om een tafel heen staan. Op die tafel wordt Uit Geest geprojecteerd. Daarop zouden we windmolens kunnen projecteren, zonneweiders kunnen projecteren. En dan kunnen we zien hoeveel we daarmee opwekken. De grote vraag is dan natuurlijk, kunnen wij opwekken wat we zelf in Uit Geest gebruiken? Ja, dat is mogelijk. De vraag is, gaan we in 2050 of in 2030 al dat halen? Alles opwekken wat wij zelf gebruiken, dat kunnen we zelf bepalen. We kunnen samen aan die tafel gaan kijken waar we zonneweiders willen, waar we windmolens willen. En vervolgens zien wat voor gevolgen dat heeft voor ons en voor de omgeving. Voor de pauze komt de wethouder eerst even een kort praatje houden, een introductie over hoe de gemeente aankijkt tegen de hele energietransitie. Dan komt een ambtenaar van de BUG vertellen wat er vanuit de overheid allemaal gepland wordt op het gebied van wind en zon. En na de pauze gaan wij samen kijken wat wij zelf zouden willen. Want we willen zelf aan zet zijn. We willen niet dat de overheid gaat bepalen wat er hier gaat gebeuren, maar we willen als dorp Uit Geest zelf bepalen wat wij willen aan zon en wind en waar we dat willen. Dus kom samen praten, donderdag 5 maart om 19:30 in de Zwaan. We hebben een website, www.duwek.nl. En eventueel kunt u een mailtje sturen aan info@duwek.nl. Welkom 5 maart in Uit Geest in Dorpshuis de Zwaan.